en heren, wij presenteren u de roman als reisgids in Hollands decor. De Waddenzee kan behoorlijk tekeer gaan als het stormt. De schepen vechten dan tegen de huizenhoge golven en menig schip is in de loop der tijden ten onder gegaan. Storm speelt ook een grote rol in het boek dat de aanleiding is tot deze literaire tocht. Welkom bij Hollands Decor. Het gaat om het boek Sil de Strandjutter van Cor Bruin. Als je nou eens helemaal de sfeer van zee, strand en Hollandse luchten wilt ondergaan, moet je eens een weekendje naar Terschelling komen. Begin eens met een ochtendwandeling. Verlaat het dorp Westerschelling, klim een uitkijkpost op en kijk dan eens. Een groot, wijd strand. Rust, stilte. Heerlijk. Zo'n strand is niet alleen maar een grote zandbak voor de pret. Voor de Terschellingers is dit de rand van de zee. En als het stormde, vergingen wel eens een schip. En wat er dan over was, spoelde hier aan. En dan was het jutter geblazen voor Sil de Strandjutter. Op een nacht tikte Mietbrenger op het raam van Sil met de boodschap: van alles op het strand bij strandpaal 16. De zee buldert in de verte. Hier lijkt het of de duivel de baas is. Sil vindt een sloep en ziet een dode vrouw en een kind. Het kind, een meisje, blijkt te leven. Het brabbelt wat Zweeds. Sil neemt haar mee naar huis en geeft haar de naam Lopke. Hier ongeveer moet hij haar gevonden hebben. Sil en zijn vrouw Jaakje nemen het kind liefdevol in hun gezin op. Ze hebben zelf al twee zonen, Wietse en Jelle. En zij zal dus hun zusje worden. De schrijver Cor Bruin vertelt in het boek het verhaal van veel noeste Terschellinger boeren in de vorige eeuw. Over de armoede van toen bijvoorbeeld. En de moeite die sommigen toch hadden met het verschil tussen jutten en jatten. Daarom is de Sil de Strandjutterroute zo aardig, want het boek komt hier helemaal voor je tot leven. En de tocht geeft onderwijl een heleboel informatie over de geschiedenis van het eiland. En het is gewoon ontzettend mooi. En daar. Dat bos kan Sil nooit hebben gezien, want dat bestond nog niet in zijn tijd. Trouwens, alle bossen hier op het eiland zijn zo'n 75 jaar geleden met heel veel moeite aangeplant. De haven was er natuurlijk wel al, alleen nog niet zo druk als nu. En de zeelui hadden en hebben nog steeds hier hun eigen stek, het wakend oog. En hier op de leugenbankjes zaten ze dan met elkaar en vertelden elkaar de sterke verhalen. In de haven konden de schepen een veilig onderkomen en beschutting vinden. En wist u trouwens dat deze prachtige baai de enige natuurlijke baai van heel Nederland is?
Ah, dan komen we nu bij een plekje dat wel leuk is om te bekijken. Kom maar even mee. Kijk, dit is het huis waar Sil gewoond zou kunnen hebben. Een eenvoudige boerderij, nu is het een vakantiebungalow. Vlak bij zee, daar achter de duinen, begint het strand. Nou, de oudste zoon van Sil, Wietse, een felle, ambitieuze jongen, is niet gelukkig op het eiland. Hij wil meer van de wereld zien, hij wil varen. En op een dag vindt Sil daar binnen een brief. Geliefde ouders, als u dit leest, ben ik aan vaste wal. Het spijt me dat ik u verdriet doe, maar Mim hoeft zich niet ongerust te maken. Ik heb nog wat geld van de strandvonderij, dus ik red me wel. Jaakje huilt tranen met tuiten. Sil, je moet maar denken, ons kind is in Gods handen. In Gods handen, buldert Sil. Ik had hem in mijn handen, ik zou hem leren. Sil versombert. De jongste zoon, Jelle, is heel anders. Die maakt met zijn stiefzusje, de uit zee geredde Lopke, lange tochten hier op de schitterende bosplaat. Wist u dat dit het enige Europese natuurmonument in Nederland is? Zomers mag je er niet in, maar nu kun je er dwars doorheen fietsen. En hier kun je echt nog helemaal alleen zijn. De zee handelt hier nog op eigen gezag. Het maakt en neemt land in de zogenaamde slenken. Maar Jelle heeft alleen maar oog voor zijn blonde Zweedse stoot. Hier, tussen het hoge gras en de bosjes, thuis in het hooi. Overal probeert hij het met Lopke, maar ze weert hem af. En op een dag gaat hij zo ver dat hij er aanrandt. En als Sil dat te weten komt, wordt hij woedend. Hij jaagt Jelle het huis uit en vervloekt hem zelfs. En die nacht barst er een verschrikkelijke storm los. Bij paal 13 strandt er een schip. Niemand van de jutters ziet kans om de opvarende te redden. Plotseling duikt Jelle op met de zwarte, het paard van de buurman. Jelle zwemt met het paard door de orkaan en verschijnt op de reling van het schip. Het hart van Sil zwelt van trots. Zijn zoon. Maar blijdschap slaat om in ontsteltenis als Jelle plots wild met zijn armen zwaait en achterover in de zee slaat. Sil verliest zijn tweede zoon. En verandert in een week tijd in een oude man. Hier zou Jelle begraven kunnen liggen. Hier is storm op zee, doodsoorzaak nummer 1. Een heel apart kerkhof. Hier liggen ook schipbreukelingen, naamloos. Alles komt tenslotte toch nog in orde voor de familie Droeviger. Dat is de achternaam van Sil. Lopke heeft hier in de baai nog een heel bijzondere ontmoeting. Met wie en hoe dat afloopt, vertellen we niet. Dat moet u maar lezen. In Sil de Strandjutter, de legende van Ter Schelling. Naar aanleiding van Sil de Strandjutter organiseert de ANWB in samenwerking met de VVV en de AVRO aanstaande zondag een fietstocht op Terschelling. De routebeschrijving is verkrijgbaar tussen 11 en 2 uur bij de VVV Terschelling aan de Willem Barendsdijk 19A op West Terschelling. Voor de overtocht van Harlingen naar Terschelling geldt een speciaal tarief en de ANWB stelt weer gratis fietsen ter beschikking.
dan kunt u nu gaan kijken naar actuele zaken uit de wereld van kunst en cultuur in Opium.